Welkom bij Assuransekantoor Weel en Mol. Ik ben Gertjan Weel, eigenaar van Assuransekantoor Weel en Mol. Sinds 1946 zijn we al gevestigd in Castricum en adviseren wij zowel de zakelijke als de particuliere relaties over hun verzekeringen. Ik stel u voor aan uw verzekeringskennissen. In het oerwoud van de verzekeringen zijn wij al jaren bezig onze klanten te adviseren over het wel en wee van alle verzekeringen. Marjon, al 30 jaar werkzaam op ons kantoor en die helpt u met uw verzekeringspakket en ook met uw autoschades. José is al 12,5 jaar werkzaam op ons kantoor en helpt u bij onder andere uw inbraak of uw woonhuis of inboedelschade. Frank, 25 jaar bij de zaak, heeft heel veel vaste zakelijke en particuliere relaties. Sander, mijn zoon, al sinds 2007 werkzaam bij ons kantoor, houdt zich hoofdzakelijk bezig met de particuliere en de zakelijke relaties. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg te Castricum. Welkom bij Couleur Lokaal. In dit programma peilen we de sfeer tussen Noordzee en Alkmaar de Meer. En dat doe ik gewoontegetrouw met 4 gasten bij mij aan tafel. Ik ga praten met Margriet Schade, met Edgar Nijman, Lex Burgering en Otto Bruske. En dan gaan we het hebben over kunst, cultuur en sport. Welkom bij Couleur Lokaal. Welkom bij Couleur Lokaal. We gaan het hebben over kunst, cultuur en over sport. En ik begin met de cultuur. Edgar Nijman, je bent initiatiefnemer om de kerk in Bakkum om te toveren tot een cultuurtempel, of hoe wil je het noemen? Ja, op dit moment houden we de werktitel cultuurtempel aan. Ja. Maar het is in ieder geval het idee om een podium te realiseren. Ja. Dus je wil een kerk omgooien tot tempel. En dat is de kerk Maria... Ter hemelopneming. Mooie naam. Ja, prachtig. Prachtige naam. Ja. Maar voldeed niet meer als kerk? Nou, voor zover ik begrepen heb, is de kerk of de parochie is zo klein geworden dat ze samen met de Pancratiuskerk gaan, in één zaal gaan de dienst gaan doen. Waardoor de kerk inderdaad leeg komt te staan. En dat nieuws kwam volgens mij een paar maanden geleden naar voren. Ja. Toen heb ik eigenlijk al meteen een 4 januari heb ik begrepen. Okay. Ja. Toen heb ik een mail gestuurd naar het bisdom om te vragen van, naar de kerkbestuur om dus te vragen van, kunnen we daar niet een leuke zondagmiddagmatinee organiseren bijvoorbeeld? Om misschien zo'n leegstaand pand, dat is ook maar wat treurig. Daar heb ik toen eigenlijk geen reactie op gekregen. En toen een paar weken geleden kwam eigenlijk het nieuws dat het te koop kwam te staan. En toen dacht ik, ja, maar dan als we nog wat willen, dan moeten we gaan handelen. Hoeveel kost hij? Geen idee. Hij wordt op inschrijving verkocht. Biedingen beginnen vanaf 1 euro. En geen idee wat geen geld? Nee. Voor 1 euro zou ik het zeker doen. Ja. Nog wel kunnen realiseren. Ja. Het staat wel een lelijk gebouw. Ja, dat vind ik bedoel, het is geen architectonisch hoogstandje, Er zijn absoluut vele mooiere kerken te bedenken, maar ik denk dat als je bij deze kerk de voorkant de deuren mooi openzet, dat het al een heel mooi beeld geeft. En als er wat levendigheid op het plein ontstaat, als er misschien iets van een koffiehoek kan komen, en ga zo maar door. En vooral als er een toestroom van mensen die zich zin hebben in een leuke middag, leuke avond... dan ziet zo'n kerk er altijd al een stuk leuker uit. Ja, dus je ziet dat wel zitten als podium, als tempel. Ja, ja, is die daarvoor geschikt? De akoestiek die is in orde? De akoestiek is geschikt voor zang, zoals de kerk betaamt. Het is een ruime akoestiek in ieder geval. Dus mocht je daar... je kunt meteen beginnen met zang, met koren enzovoort. Ik denk dat het voor meer popdingen of bandjes of iets dergelijks, daar zou je wel even goed moeten gaan nakijken of dan moet je het geschikt gaan maken. Want het laatste wat je wil is dat je elke keer als je wat s'avonds hebt, dat dan de buren komen aanbellen en klagen. Dus dat wil je niet. Dus dan moet je dan... Jij woont toch in de buurt, Margriet? Had ik begrepen of niet? Ik woon in de buurt, ja. Ja. Dus jij ziet het met leden ogen aan dat daar een... Ik zou het heel erg leuk vinden als daar een cultuurpodium kwam. Ja. Maar die geluidsoverlast?
neem je voor lief. Er is nu toch ook een kerk, dus ik bedoel, de mensen zijn gewend aan geluid. Ik denk dat het wel mee zal vallen. Ja, en ik denk dat je vooral heel goed moet nadenken. En het liefst ook samen met de buurt. En dat is ook een van de stappen die we met een soort werkgroepje gedefinieerd hebben. Van welke stappen gaan we ondernemen om tot uiteindelijk zo'n realisatie daarvan te kunnen komen, mogelijk. Een van de dingen waar we nu mee bezig zijn is te kijken van hoe gaan we de buurt betrekken bij ook de ideeën en de plannen. Om wat leeft er in de buurt als wens? En misschien zegt de buurt, komen daar wel veel ook wel heel interessante ideeën uit over dingen die je daar kan doen. Dingen waarop je het kunt realiseren of dingen waar, waar wij nog niet over nagedacht hebben. Want ik heb gelezen dat bij de verkoop van belang is dat het een maatschappelijke functie houdt, het gebouw. Dus het zou ook een buurtcentrum kunnen worden of iets dergelijks. Maar ik denk ook dat je daar ook gewoon naar moet blijven kijken. Ik denk dat je er met alleen een paar concerten van amateurverenigingen of een paar uitvoeringen van de toneelverenigingen en een aantal bands, dat je er niet bent. Omdat je dan, je zult zo'n gebouw denk ik intensief moeten uitnutten om er op de een of andere manier iets rendabels van te maken. Ja. Dus dan zul je ook inderdaad in een buurtcentrumfunctie moeten denken. Dat kan natuurlijk zo breed als je maar wilt. Er zijn ideeën geopperd om er inkopen van groenten en fruitdingen die daar nog plaatsvinden op biologische wijze. Daar was iemand mee bezig die zei dat zou ook daar kunnen. En ik heb eigenlijk in het begin gezegd, ook in die discussie, laten we met z'n allen gaan dromen. Laten we gaan kijken wat er allemaal zou kunnen. Waar we zin in zouden hebben. Hoe we op de een of andere manier bedenk iets en kijk of het kan. En wie zijn we met z'n allen? Ik zit nu met alleen met jou aan tafel. Ja, maar, althans nog met drie mensen, maar die hebben er niet veel mee te maken. Nee. Ik heb toen een oproep, toen dat eigenlijk die discussie gaande was, heb ik mezelf gezegd van mensen die ook de handen uit de mouwen willen steken, stuur een mailtje. Dat hebben een aantal mensen gedaan en ik heb een aparte Facebookgroep aangemaakt, Cultuurtempel Castricum. En die staat open voor iedereen die daar zich wil laten informeren of ideeën liefst actief aan wil bijdragen. En daar zitten op dit moment een 40 personen in die zich in meer of mindere mate actief inzetten. In ieder geval met het brainstormen en ideeën organiseren en kijken. Er zitten natuurlijk ook wel een aantal mensen die daar gewoon heel geïnteresseerd zijn. Wat gebeurt daar en wat zijn de ideeën dan? En hoe, maar ook koren en zo die zich hebben aangemeld? Of, ik heb een mailwisseling of een mail de gemeenschap ingegooid. Eigenlijk van alle, op de gemeentesite staan alle e-mailadressen van koren en andere verenigingen. Die heb ik allemaal eraf gehaald, een mail gestuurd en gekeken van in ieder geval ook daar de vraag neergelegd van, is er nog meer draagvlak? Want straks heb je het, maar je gaat niet met 40 man zo'n ding invullen, zo'n invulling daarop geven. Dus daar zul je de verenigingen van in de buurt, die moeten wel ook bedenken, dat lijkt me inderdaad hartstikke leuk om daar te spelen. En mensen moeten daar wel zin in hebben, anders dan heeft het. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen op dit moment, is kijken, in discussie gaan met de buurt, wat vinden we daarvan? En twee is het creëren en het vergroten van een draagvlak en het bekijken of mensen daar inderdaad ook oren naar hebben. En zo eigenlijk langzaam maar zeker ga je dan van dromen naar een soort realisme. En dan moet je een ondernemersplan gaan schrijven en dat soort zaken. Ja, dus dan ga je daar naar kijken en dan ga je ook inderdaad zien van hoe gaan we dat begroten? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Wie gaan er komen? Wie gaat het regelen? Welke vergunningen heb je nodig? Welke mensen moet je meewerking van krijgen? Nou, alles wat daar nog meer bij komt kijken. Ja, dat is echt een fase die daar hoop ik heel snel wel mee te kunnen gaan beginnen. Maar dat zou wel betekenen namelijk dat dan een eerdere fase al een soort van positieve go heeft, zullen we zeggen. Ja. Daar hoop ik wel op. Hoe zal ze? Je hebt natuurlijk ook het risico dat iemand het wil kopen voor de handel. Ja, maar het heeft toch een maatschappelijke functie, had ik begrepen. Dus voor de handel zal het niet mogen, denk ik. De mensen die ik daarover gesproken heb, die hebben wel zoiets van, als jij een klein beetje goed je weg kent binnen het gemeentehuis, dan zou daar op een gegeven moment wel iets aan te versleutelen zijn, zodat het te verruimen is. Er zijn inderdaad op dit moment, ik heb niet heel veel ideeën gehoord. Ik weet van één initiatief van een netwerkvereniging van dames die iets willen ondernemen daar. Dus je zult uiteindelijk daar tegen moeten strijden, zou je kunnen zeggen. Dus ik zal hier ook geen bedrag noemen wat ik in mijn hoofd heb om eventueel als inschrijving. Nee, hoe hoog is dat bedrag? Ja, dat ga ik dus niet zeggen. Ja. Nou ja, goed, het is jammer. Maar goed,
wat jij bedoelt is misschien een tapijt of groothandel of een tapijtwinkel of een kluscentrum. Je kan, maar ook iemand die wat centen in zijn conserv zit en denkt, nou, dat initiatieven genoeg, ik zie daar handel in. Ja. En dan denk ik, je kan misschien beter als gemeenschap zeggen van, laten we proberen met z'n allen te komen door obligaties op te... Maar dat is ook inderdaad het idee. De crowdfunding heet het dan tegenwoordig heel erg populair. Maar dat is wel inderdaad mijn idee, om te kijken of je de mensen van de gemeenschap, gezamenlijkheid, kan kijken of je daar een mooi bedrag voor bij elkaar kan krijgen. En daarmee iets te kunnen realiseren. Is er wel ruimte voor in Castricum? Ik bedoel, we zitten te wachten op Nieuw-Geesterhagen, dat komt eraan. Is het dan een soort tussenoplossing of zie je het als een permanent iets? Ik zie het wel als een permanent iets. En ik ben mij bewust van het feit dat Nieuw-Geesterhagen eraan komt. En ik denk dat er op dit moment is er helemaal niets. Dus op dit moment is daar het antwoord op dat er absoluut wel ruimte is, wat mij betreft. En Nieuw-Geesterhagen, dat is een mooi plan. Ik heb in eerste instantie, dacht ik, dat er helemaal niets aan de hand was. En toevallig heb ik gisteravond met de voorzitter van Nieuw-Geesterhagen gesproken. En die heeft in ieder geval even wat laten zien van zijn plannen, die toch wel beter zijn dan ik had gedacht. Dus ik dacht eigenlijk dat er geen fatsoenlijk podium in zou zitten, bijvoorbeeld in Nieuw-Geesterhagen. En dat zit er dus wel in. Maar goed, ik denk dat dingen naast elkaar moeten bestaan. En dezelfde vraag komt ook bijvoorbeeld bij de bakkerij vandaan. Waar binnen de groep van mensen die enthousiast zijn, zitten bakkerijbestuurders. Maar er zitten ook binnen de bakkerij een aantal mensen die zeggen van, ja, wat is dit nou? Want wij zijn net bezig met een multifunctionele ruimte realiseren aan de achterkant. En hoe gaat dit programma daar dan tegenin? En daarvan heb ik echt zoiets van, ja, ik vind dat je moet kijken naar de gezamenlijke verbinding. Ja. Zou ik een cultuurcoördinator moeten hebben in Castricum? Oh, maar die hadden we. Die is er niet meer. Ja, maar het is wel grappig. Ja. Als ik namelijk zie, we hebben een aantal besprekingen ook gehad. En er zitten een aantal mensen waarvan ik het bestaan niet kende. Ik wist bijvoorbeeld van een Iskra, om wat te zeggen, wist ik te weinig. Maar als je dan hoort hoe een mooie programmering zij hebben en hoeveel moeite zij hebben om daar een goede zaalvulling mee te krijgen. Dan vervolgens kijk naar, maar als ik dan vervolgens zeg, ik speel zelf bij de Brassband en bij de Gevaren. Als ik dan zeg, maar een mooi programma met Loet van der Lee, een Castricum notabene, dat weet hij dan weer niet. En je weet zo weinig van elkaar. Ja. Als je alleen al dat voor elkaar zou kunnen krijgen. En in mijn idee is dat ook echt het mooie van en dat hangt dan niet van een paar bakstenen af. Dat hangt gewoon van van mensen af die gezamenlijk iets gaan doen en elkaar weten te vinden, elkaar kunnen helpen, elkaar kunnen verstevigen. Ja. Dat zou natuurlijk een mooie spin-off kunnen zijn. Ja. Margriet, jullie hebben elkaar wel gevonden. Even van de podiumkunst overschakelen naar de beeldende kunst. Ja, ja. Een kleine overstap. Organisator van de fietskunstroute voor het hoeveelste jaar? De kunstroute bestaat 19 jaar. Zo oorspronkelijk begonnen in Limmen. Door jou, Otto, trouwens? Wel een van mijn buurvrouwen. Tineke Pijnappel. Ja. Ja, die deed ook altijd mee. Ik meen dat hij daar ook mee begon. Ja. Dus begon in Limmen. Ja. Als neveneffect van de mozaïekdagen? Evenement? Het was een apart evenement. En er was ook altijd muziek bij. En dat is ook iets speciaals van de kunstroute Castricum. Dat op zondag bij elke stop live muziek of poëzie te horen is. Ja. En nou ja, na 13 jaar gaf de organisatie van Limmen het op. En toen ook al, Otto, geef het ook alweer op. We gaan het straks ook wel hebben over wat opgegeven wordt hier. Maar sorry dat ik je onderbreek, hoor. 13 jaar kunst, en het zijn altijd dezelfde mensen die dat doen. Ja, met al die vrijwilligers. Ja, maar je hebt nu weer nieuwe mensen met nieuwe initiatieven. Ja, het is zo prachtig als daar de kunstroute begint. In de kerk. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Dus je komt binnen voor goed weer en dan komt de rest vanzelf. Maar goed. Ik onderbrak je eventjes. Ja. Na 13 jaar stopten ze in Limmen ermee en toen is het in Castricum nieuw leven ingeblazen. Ze hebben het voortgezet en wij doen het nu al 6 jaar. En afgelopen dinsdag is er een centrale expositie in de oude keuken op het terrein van Dijk en Duin is geopend. En daar kun je alvast een idee krijgen van wat er te zien zal zijn. Dat was voorheen het oude theehuis, maar nu op een andere plaats, hè, geloof ik. Nu is het de oude keuken. Dus dat is
Maar op een andere plek, hè? Niet waar het oude theehuis zit. Nee, iets centraler in het grote oude administratiegebouw. Het is namelijk de oude keuken. Vandaar dat het ook zo heet. Ja. Verrassend. Ja. Ja, het is helemaal mooi. Maar daar exposeren dus de mensen die deelnemen aan de... De stops. De stops. Ja, dus niet alle deelnemers exposeren daar, maar zo krijg je wel een idee van wat er te zien zal zijn. En wat kunnen we daar zien? Schilderijen, abstract, figuratief, beelden, keramiek. Vild. De crème de la crème van de Kassikumse kunstenaars die exposeerden daar? Ja. Zoals? Noem eens wat grote namen die er hier kunst fabriceren. Ja, maar dan ga je natuurlijk weer... Behalve jezelf natuurlijk. Uiteraard. Uiteraard. Ja, Harm Noordhoorn van Sopit. Marina Pronk. Met beelden en fotografie. Ton Rota. Met beelden. Gewoon diverse. Diverse. Dat zijn dat professionele kunstenaars of zijn het amateurs? Het zijn en professioneel en ervaren amateurs. Dat is eigenlijk het idee. En verder bij Anders Bekeken, dat is een meer sociale instelling, hebben ze gastexposanten en deelnemers van aan een schilderclub daar. En balloteren jullie de deelnemers? Nee. Dus niet een welstandscommissie die zegt, nou dit is te lelijk hier, dit komt er niet in. Tot nu toe is niet nodig. Ja, dat is lastig. Ja, ik zeg een commissie. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Ja, wie bepaalt dat? Tot nu toe is niet nodig geweest. Maar u gaat toch ook wel naar Lingen toe? Hoe bedoelt u? Nou, er zijn natuurlijk nog steeds kunstenaars. Ja. En heel veel kunstenaars. En die exposeren met de bloemendagen. Ja, maar goed. Kijk, ik zie de bloemendagen voort. En ik zie hier een kunstroute, zie ik ook bij. U heeft een prachtig idee voor volgend jaar de bloemendagen om te vullen. Goede combinatie. En misschien ook dan in centraal beginnen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja, dat gebeurt in de kerk. Daar hebben we het afgesproken. Nee, maar ook die bloemendagen centraal. Dus wat ik altijd ook leuk vind aan de kunstfietsroute is dat je ook een kijkje in de ateliers neemt. Dus als je hebt over locaties, dan Je komt bij de mensen thuis. Je komt bij de mensen echt thuis. En dat vind ik, naast de kunstwerken die fantastisch zijn, is dat echt ontzettend leuk om binnen te kijken bij de ateliers. Hoe werkt zo iemand nou? De een heeft er echt een hele moderne ruimte bij wijze van spreken, de ander heeft een heel klein schuurtje. Dus dat vind ik altijd echt heel bijzonder. Ja, het is ook heel verschillend wat iedereen maakt. Foto's en hoe lang is die route? We hebben 23 stops. En hij begint in Limmen. Nog. Dus toch. Alles begint in Renate Haanappel met keramiek is stop 1. En dan via P. Zonneveld aan de Herenweg gaan we naar de Oude Keuken. En dan Atelier Goudsbergen. En daar zitten 9 mensen in. Dan heb je meteen een heleboel kunstenaars. En dan, zo voort naar Bakkum. En kost het geld om daar aan mee te doen? Nee, het is gewoon gratis. Helemaal gratis. En soms valt er ook nog iets te eten of drinken. En er zit muziek bij, zei je. En die muziek op zondag. En is de bedoeling dat er wat verkocht gaat worden ook? Nou, dat zou leuk zijn. Ja. Maar het is niet het doel? Nou ja. Het is niet het doel. Het doel is om je werk te laten zien. Want verkoop van kunst ligt wat lastig op het ogenblik, heb ik het idee. Ja, het loopt toch. In het begin was het de eerste keer dat ik meedeed. Toen verkocht ik wel aardig wat. Maar nu de laatste jaren wat minder. Maar is dat een maatschappelijk verschijnsel? Houden de mensen de hand op de knip? Geven ze geen geld meer uit aan kunst? Ik denk dat het algemene trend is. En kunstenaars blijven maar produceren natuurlijk. Ja, we gaan door. We kunnen het niet je laten. Kan niet, je dus, kan niet stoppen natuurlijk. Nee. Nee, het is gewoon... Leef je er zelf? Nee. Maar ik betaal mijn onkosten. Je betaalt je onkosten. Je financiert je hobby er zeg maar mee. Ja. Goed, wanneer is precies die kunstroute? Het is 7 en 8 juni van 11 tot 5 uur, 17 uur. En
Nou ja, de expositie bij de oude keuken is nu al open. Dus van dinsdag tot met zondag. En, tot 5 uur open, geloof ik, de oude keuken. Tot 5 uur, ja. Dus daar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn nu al een volgkundje krijgen. Die kunnen nu alvast kijken. En tot 14 juni is het daar open. Ja. Dus, goed, en je kan het ook met de auto doen of mag je alleen fietsen? Ja, mag ook met de auto. Mag ook met de en auto. En lopend mag ook. Lopen. Maar, dat heb jij een keer gedaan. Dat heb ik één keer gedaan. Nou, moet je extra dag voor uittrekken. Ja, maar het liefst op de fiets. Nou ja, het maakt allemaal niet uit, maar... Goed, nou, we hopen veel bekijks. En, ja, ik hoop En dat het een evenement is wat blijft, in plaats van dat het ook opgeheven wordt op een bepaald moment. Nee, wij blijven. Jullie blijven. Ja, genoeg, genoeg kunstenaars. Ja, we zijn gigantisch gegroeid in die 6 jaar dat wij het organiseren. We begonnen met 13 stops. En we hebben er nu 23. Dus dat is niet verkeerd. Het gaat goed. Gaat de goede kant. We mogen er wel een week van maken. Als het Ja. Dan weet je niet in één dag. Ja, nee, het is heel goed in een weekendje. Goed, we gaan met Lex praten. Lex, het lijkt me niks voor jou om op je racefiets langs al die kunstenaars te rijden. Je rijdt liever bergop, heb ik begrepen. Ja. Ja. Je neemt dit jaar deel, voor de 3e keer neem je al deel aan de Alpe d'Huez. Ja. Hoe is dat ooit begonnen? Dat ik meedeed? Ja, waarom ben je ooit... tot idee gekomen van, nou, laat ik eens die berg op rijden. Nou, mijn vader ging eerst een jaar en toen ging ik mee als support. En die dag zelf vond het... Waarom ging je vader? Omdat hij zelf eerst kanker had, darmkanker. Oh jee. Ja, maar dus, hij mag genezen. Dat is allemaal goed gekomen. Ja. En daarna, het was, ja, ik vond het zo leuk. En ik deed ook al wielen, dus ik vroeg aan mijn ouders, mag ik volgend jaar ook? Ja. En dat mocht. Mag dat ook officieel? Mag je als, want toen was je 11, mag je dan meedoen? Ja, dan mag je meedoen. Okay. Alleen je mag niet afdalen van de berg af. Dan moet je Hoezo? Mee. Hoezo? Dus je mag wel de pestpokken fiets omhoog, maar het genot van het naar beneden fietsen mag niet? Nee, dat vinden ze te gevaarlijk. En je mag ook niet alleen fietsen, je moet ook onder begeleiding. En als je naar beneden wil, moet je eerst met de skilift. En dan word je met de bus... terug naar de start gebracht. En dan ga je weer? Ja, dan ga je weer. Dus het eerste jaar heb je gekeken bij je vader. Het tweede jaar ben je zelf gaan fietsen. Ja. Ja, om ook geld op te halen. Ja, voor het KWF. Voor het KWF. Veel opgehaald? Ja, volgens mij iets. 7.500 volgens mij. Dat is niet verkeerd. Nee. Kerkverkoop. Ja, zo. Ja. Maar ja, dat, ik kan het ook. Het KWF... gebruikt het geld dan voor onderzoek, begrijp ik, hè? Om kanker te genezen of kans op kanker te genezen. En die eerste keer heb je vader bekeken en toen kreeg je er zelf ook zin in. Ja. Ja? Ja, het fietsen, het gebeuren daaromheen, het helpen met andere mensen en het samen zijn met alle mensen die hetzelfde gevoel hebben als jou. Zo. Ja, leuk. Maar ja, dan moet je nog wel die berg op. Ja, als 11-jarige. Ja. Ja. En wat train je dan? Nou, je kan hier echt berg trainen hier. Vooral lang op je fiets zitten, want je zit toch wel een hele dag op je fiets. Ja, duurtraining, dat je lang en zwaar kan fietsen. En dat heb je ook gedaan voor de eerste keer? Ja. Ja. Gewoon zelf of met een club of met je vader? Met mijn vader samen bij de wielerclub. Trainen en maandagavond op de baan in Alkmaar. Oké, dus je was goed voorbereid die eerste keer? Ja. Ja, en dan kom je voor het eerst een berg tegen of had je ook nog wat heuveltraining gedaan in Limburg of weet ik veel waar? Nee, het was echt mijn eerste berg. Ja. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik hem ook 1 keer geprobeerd heb op te fietsen. Dat is wel zwaar gelukt, maar ik denk niet in de tijd die jij hebt. Maar dat eerste stuk is verschrikkelijk, man. Ja, de eerste 2 bochten van de 21 zijn toch wel het zwaarst. Zijn de langste en de stijlste stukken. Dus ja. Viel er niet tegen toen je dat tegenop reed? ja, eigenlijk wel ja. Want je verwacht dat het zwaar is, maar dat het zo zwaar meteen al is, dat verwacht je gewoon niet. En niet gedacht bij bocht 22 van volgend jaar maar nog een keer proberen. Je bent doorgegaan. Nee, ik dacht, ik ben er nu ook. Je moet het afmaken. Dus dat heb ik gedaan. Samen met je vader of met anderen? Ik was onder begeleiding van Marielle van der Laan. Die reed 2 keer met me mee omhoog.
Maar goed, de eerste keer, dan haal je dat. Ja. Dan zal je een uurtje of twee over doen, neem ik aan. Of, ja, zoiets. Zoiets, ja. Hè. En dan moet je met die skiën naar beneden. En dan kan ik me niet voorstellen dat je denkt, nou, ga nog een keer. Nou, dat denk je ook niet. Je denkt, ik ben moe, maar je wilt wel. Ja. Dus je lichaam wil rusten, maar je wil niet. Dus je gaat gewoon. Eigenlijk, en je rust in de skilift en in de bus. Maar had je zo'n gedrevenheid in je hoofd van, ik moet dit doen? Ja, wel een beetje. Wel van, ik moet minimaal twee keer. En waarom vond je dat dan, dat je dat moest? Eén keer vond ik niet genoeg. Dat wil je niet genoeg? Nee. Je reed niet alleen voor je vader toen? Nee. Nee, ook voor een klasgenootje had ik begrepen? Ja, voor een oud klasgenootje die kreeg te horen dat ze kanker had. Daarvoor ging ik toen fietsen, toen leefde ze nog. En volgens mij 3 maanden daarna was ze overleden. Ja, maar dat gaf jou toch wel een bepaald gevoel van, ik heb misschien iets kunnen doen, of niet? Ja, wel een beetje. Ja. En dus het jaar erop dacht je van, nog een keer? Ja, nog een keer. Ja, maar 2 is dan weer niet genoeg. Nee. Dan moet het weer 3 zijn. Ja. Waarom? Ik had er krachten voor en... Ja. Ja, ik had nog tijd genoeg, dus waarom niet? Dus dat hangt ook van de tijd af? Ja, want 5:30 sluit de start onderaan de berg. Mag je niet meer naar beneden. En dan heb je nog 2 uur om naar boven te komen, naar de finish. Oké, dus het gaat erom of je het op 1 dag redt eigenlijk? Ja. En dan ga je nu voor 3 keer natuurlijk? Nee, ik ga dit jaar 1 keer. Ik ga voor vrijwilligerswerk doen. Oh. Maar je gaat wel voor de 3e keer doe je mee, maar je gaat nou niet nog een keertje extra die berg op. Nee, dat niet. Nee, het wordt een beetje te gek. Ja, denk het wel. Wel een beetje. En je doet het nog steeds voor het KWF, neem ik aan, dus je wil nog steeds geld ophalen. Ja. Hoeveel haal je de eerste keer, zei je, wat had je? Volgens mij 7.500. En de 2e keer? Ook zoiets. Zo, dat zijn flinke bedragen. En nu? Weet ik niet echt hoe ik nu zit. Nee? Hou ik niet bij? Ik weet het gewoon niet echt. Je weet het niet echt, maar nee. Er kan er wel wat bij? Ja, het kan nu behoorlijk wat bij. En hoe moeten mensen jou sponsoren? Je gaat naar www.opgevenisgeenoptie.nl. Dan kan je zoeken, dan tik je Lex Burgering in. En dan sta ik daar, dan klik je me aan. En dan kom je op een actiepagina. Daar staat waarom ik fiets, hoe ik train en een blog. Kan je doen wat je doet om te trainen. Mm-hmm. En dan staat er donaties en dan wordt er uitgelegd hoe je kan doneren. Dat is mooi. Ja. Nou, ik hoop dat veel mensen er gehoor aan geven. Nog even een vervelend dingetje. Je fiets is laatst gejat, hè? Vorig jaar, een week waren we terug. De avond dat we de caravan wegbrachten, werd bij ons ingebroken en de fietsen waren gestolen. Gestolen, sorry, ja, ik gebruikte een... Van mijn vader en van mijn verkeerd woord, je bent netter dan ik. Ja. En nu? Van de verzekering hadden we wat geld gekregen en daar hadden we gelukkig nieuw van kunnen kopen. Oké, dus je rijdt dit jaar op een andere fiets naar boven? Ja. Ja, maar ook een goeie. Ook een hele goeie. Goed. Verder in het dagelijks leven ook wielrennen? Elke maandagavond en dinsdagavond trainen en dan soms in het weekend een wedstrijd. Goed, wanneer is het zover? 4 en 5 juni. 4 en 5 juni. Dan kom je dan nog op tv ook? Er is meestal een televisieprogramma over. Hè? Ik weet niet, misschien. Misschien. Moeten we opletten welk shirt? Nee, we hebben allemaal hetzelfde shirt aan. Ja, oké. Maar goed, een van de kleinste deelnemers, dat ben jij. Ja. Nou, Lex, we wensen je heel veel succes. Dank wel. Ja, en ik hoop het ook dat je veel geld ophaalt. Ja. Misschien ook iemand... Dus, daar zijn ze altijd heel creatief in. Samen met zijn moeder weet hij altijd weer wat te verzinnen. Of je nou pannenkoek moet bakken of een bind op laten treden. Dat, ja, pannenkoeken was 2 jaar geleden, geloof ik. Ja. Ja. En dit jaar had je een soort feest georganiseerd? Ja, een Maltusesfeest. Een feest zonder alcohol. Ja, dat is verstandig. Ja. Goed, wordt het nodige georganiseerd, Otto, in Limmen? Ja, gelukkig wel. Bruisend dorpje. Bruisend dorp, ja. De bloemendagen zijn net achter de rug. Er is al vrij ver van tevoren aangekondigd door het bestuur van de bloemendagen van jongens, dit is de laatste keer, we kappen ermee. En daar ben jij het niet helemaal mee eens.
heb ik begrepen. Nou, kijk, ik ben het niet mee eens dat de bloemen daarop houden. Dat een bestuur ermee wil stoppen. Dat kan ik begrijpen na zoveel jaar. Dan is misschien eens een keer wat anders. Maar ik wil nog helemaal niet stoppen. En ik krijg zoveel reacties van mensen van, nou, dit moet doorgaan, dit moet blijven. Dus. En ik hoor nu ook van andere muziekenploegen dat ze eigenlijk ook door willen gaan. Dus ja, dan denk ik dat er in het dorp wel iets gaat leven dat gewoon een aantal zeggen, nou, we gaan toch door. Maar ze hebben het jaar ervoor toch ook al een beetje de noodklok geluid. Van jongens, zo gaat het niet meer als het zo het is, terugloopt. Nee, maar je zou het misschien op een iets andere lijst moeten gooien. Van, dit jaar hebben we gezien dat de Vredeburgers bij de Hortselboerenborum gingen optreden. De Harmonie ging er optreden. Eén geweldig feest. Nou, en ik denk dat zulke initiatieven met de bloemen erbij absoluut een bron van bestaan hebben. Kijk, een kunstroute. Nou, die past natuurlijk helemaal in een straatje van de bloemendagen. Wandeltochten, graniummarkten, noem maar op, koordenfestivals. Dat hoort allemaal in het Lardeer met een aantal mooie muzieken. Ik zie daar toch wel een toekomst in. Ja, dus het moet grootser eigenlijk. Muziek is toch ook kunst? Ja, ik bepaal niet wat kunst is. Ben jij meer een kenner van, toch? Jij werkt in die branche. Wat een prachtige schilderij. Ja, zeker. Nou, het ontwerp is zeker. Het is gewoon kunst. Maar dus, kunnen ze niet wat dichter bij elkaar? Natuurlijk kan dat. Dat je maar, het een beetje centraliseert of zo. Dus het sterke van de kunstroute is dat je de mensen opzoekt. Ja, en, ja. Kijk, als ik met mijn ploeg een aantal maanden aan de gang ben, dan wil je ook een beetje de reacties horen. De dingen. Ja. Ja, ik heb geloof ik van mijn leven 20 jaar bij andere mensen de muziek gemaakt. En dan was de muziek klaar, dat ik een maand naar gewerkt. En dan kreeg ik nog een kopje koffie en dat was het. Ja, en op een gegeven moment, dat wil je dan niet meer. Nou, je wil hem gewoon in je eigen voortuin hebben. Ja, dan heb je contact met mensen, je familie, alles komt dan. Het is gewoon een aantal dagen feest. Ja. En ik begrijp best wel dat die route wat lang is. Maar dan moet je dus selectief zijn als organisatie van waar liggen de stukken. Natuurlijk, je kan hem zien wel een beetje clusteren. En dat laderen met optredens, met markten, met dat je gewoon een aantal 4, 5, 6 punten in het dorp hebt. Gewoon mooie plekken. Boerderij Vredeburg is een prachtige plek. De Hortelsboerenborum is een prachtige plek. De Wieken is ook zo'n veldje waar je wat kan organiseren. Ja, op die manier kan je, denk ik, de bloemen daar in lengte van jaren nog doorhouden. Ja, dus je hebt nog goede hoop eigenlijk. Als ik het begrijp. Nou, omdat er andere prikploegen ook nog steeds wel. Ik heb begrepen dat van de voorzitter van de muzieken dat hij binnen een 14 dagen alle groepen wil uitnodigen om te gaan brainstormen van hoe moeten we de stekker eruit trekken of gaan we door. En ik denk dat als ik zo de geluiden beluister, dat de meeste ploegen zeggen, nou ja, we willen afschaffen, dat is het niet. Het moet een beetje andere vorm krijgen. Maar die bloemendagen moeten gewoon blijven bestaan. Maar hebben we wel genoeg aanwas van jongeren die meedoen met het prikken? Of is het toch vooral een oudere bezigheid? Nou ja, bij mij in de ploeg zitten een hoop oudere mensen. Maar kijk, mijn kleinkinderen beginnen ook wel mee te helpen. Dus ja, en andere groepen die dat gezicht van Poetin gemaakt heb. Mm-hmm. Nou, dat zijn gewoon jonge binken, jonge meiden. Arjan Kaander, die prachtige schilderijen maakt, waar Mick Jagger. Dat is echt geen oude bejaarde ploeg. Nee, dus het is niet iets wat langzaam maar zeker uitsterft. Nee, maar ook de ouderenbond bij de prikken voor 55 plus noemen ze dat, geloof ik, of zoiets. De klus voor 55 plus. Die mensen genieten daar, die zijn een week onder de pannen en die komen er graag. En op z'n tijd krijgen ze een borreltje en ze maken prachtige dingen. Dus nou ja, moet je dat de mensen afnemen? Ik denk het niet. Maar dat het wat minder wordt, ja, daar is iedereen het over eens. Ja. Maar de kwaliteit is natuurlijk wel gigantisch hoog in Limburg. Ja, als we het over kwaliteit hebben, dan kunnen we het ook over jouw kunstwerk hebben natuurlijk. Iedereen kent
de kunstwerken van Otto op de Rijksweg. Dit krijg je een Mississippi schip of boot, wat is het, een radarboot? Een radarboot. Ja, hoe kom je op het idee? Die wilde ik ooit nog eens een keer maken. Nou, laat ik vooropstellen dat het niet alleen Otto Brusk is die je maakt. Nou, goed, het staat bij jou in de tuin. Met 15 anderen, toch? Ja, maar goed, we zijn er echt wel alleen. Dan kan ik het echt niet. Maar hoe kom je op zo'n idee? Ik bedoel, je maakt de meest waanzinnig grote dingen daar. Een larenkasteel heb ik gezien. Ja, ik heb er. Ik geloof dat hij de 48ste was die ik gebouwd heb. Dus ja, er zijn gewoon dingen die. Wij zoeken dingen die de mensen aanspreken, die herkenbaar zijn voor de mensen. En of het nou een goed idee is of actueel is. Ja, de ene keer lukt dat en de andere keer lukt dat maar niet. Maar bij jou zijn ze zo 3D, hè? Het zijn objecten. Maak je echt helemaal rondom. Ja. Maar vergis niet, hoe groter je het maakt, is wel meer werk. Maar je kan er wel veel meer in stoppen. Je kan echt raampjes maken, je kan echt deurtjes maken. Als zo klein wordt, ja, dat is lastig. Dan lukt dat niet meer. Nou, ik bedoel, de meeste zijn toch tweedimensionaal. Die voor jou zijn echt allemaal driedimensionaal objecten. Ja, wat was je hoogtepunt eigenlijk voor jou? Qua muziek? Ja, wat zeg je nou van, nou, dat was echt wel toch een toppertje. Nou ja, er zijn... ik denk dat ik... Noy Swanstein vond ik heel mooi. Kasteel of dat... Van de Kremlin, dat gebouw, met al die bollen erop, dat vond ik ook heel mooi. Maar ja, Middelburg vond ik ook fantastisch. Maar stel je nou voor dat het ophoudt? Wat betekent het dan voor jou persoonlijk? Wij als ploeg gaan gewoon nog lekker verder. In je eentje? Ja, waarom niet? Goed. Kijk, er zijn wij wonen aan de Rijksweg, er komen zoveel mensen langs. Mm-hmm. We hebben dit jaar er een boekje bij gezet waar de mensen een reactie in konden schrijven. Nou, het is één kanonade van ga alsjeblieft door. Ja. Ja. Dus. Weet je al wat je wil maken volgend jaar? Nou, er zijn nog wel een paar dingen die ik wil maken, ja. Dat is het mooiste. Dus die ideeën blijven dus gewoon doorstaan. Ja. Dan moet je stoppen. En kijk, en wij maken het ook nog een keer in Frankrijk. Dus ja, daar moet het ook doorgaan. Dus wij zijn eigenlijk nog lang niet klaar. Maar waar doe je dat dan mee in Frankrijk? Dit geraamte gaat zeg maar over 2-3 weken wordt dat allemaal in een vrachtwagen geladen. Gaat naar Frankrijk, naar Bretagne. En dan volgend jaar maart gaan wij daar een week heen en zetten we weer helemaal in de hyacintenbloemen. Die bloeien daar 6 weken eerder als hier. Ja, ja. Oh, die bloeien daar ook. Ja, ja. En dan staat hij weer tentoongesteld en dan komt zo'n 80.000 man op af op dat ene ding. Dus waarom zou dat in Limburg niet lukken? Nou ja, dus het gaat sowieso door. Ja, en als u die kunstroute er nou bij ook in Limburg weer laat rijden tijdens de bloemendagen. En we starten in de kerk en we doen het op de racefiets. Ja. Dan zijn we allemaal tevreden. Ja, en jij verdient de geld. Het leven is simpel. Ja. Het leven is heel simpel. Tot slot, ga je zelf initiatief nemen voor het behoud? Nee. Nee. Okay. Er zijn wel afspraken gemaakt met de voorzitter, dat hij de groepen bij elkaar gaat roepen. Kijk, het is mij niet de intentie om daar voorzitter van te gaan worden. Ik heb het veelste druk met de muziek zelf maken, maar ik wil best een aantal andere ploegen ook helpen, met bloemen halen, met... Goed. Het is nog niet verloren, begrijp ik. Ik denk het niet. Mooi. Goed, de uitzending zit erop. Dank u voor uw aandacht. Wilt u nog reageren op deze uitzending, dan kan dat het beste via de mail. Moet even een mailtje sturen naar contact@c-tv.nl. Bedankt voor uw aandacht. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg te Castricum. Ik ben Hans van Borre. Sinds 14 jaar ben ik gevestigd in de Burgemeester Mooistraat in Castricum. Ik heb hier een biologische slagerij. We verkopen uitsluitend biologisch vlees van dieren die we rechtstreeks van biologische boeren betrekken. Boeren waar we al jaren zaken mee doen. Als enige slager in Noord-Holland maken wij al onze vleeswaren zelf. Van ons eigen biologisch vlees. Van parmaham tot salami, van levenworst tot bloedworst. Allemaal zonder toevoegingen. Bijvoorbeeld onze parmaham, 18 maanden gerijpt met enkel een beetje zeezout.
Mijn naam is Hans van Borren. Bent u geïnteresseerd in onze biologische producten? Kom dan gerust een keertje proeven. Ook voor de lekkerste barbecue of gourmet zijn mensen bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om 10 of 200 personen, we regelen het voor u.